Een hele goede dag. We zijn eindelijk de natuur in, waarvoor we kwamen, in ieder geval ik. Jotan gaat je even vertellen waar we precies zijn en wat we hier aan het doen zijn. We zijn bij de Oessensee, dichtbij Kandersberg, op een hoogte van 1500 meter. We zijn niet de enige. Van de jongens is toch wel wat beter dan die van mij. Oh, goed, goed. Lori, ja. Wat ben je aan het doen hier? Ja, dat is een boel van lopen. Hij ziet me buiten adem. Dit is één groene lijntje. Zo, we hebben met de laatste beelden even geschoten van deze omgeving. En denk je nou van, hier wil ik meer van zien? Dat kan gewoon. Je kan gewoon gratis abonneren op ons YouTube kanaal en dan blijf je altijd op de hoogte van onze laatste video's. En abonneer op Bierproef! Oh, die zitten ook mensen die even wat willen zeggen. En op mij! Bierproef! Zo, we hebben een hele Instagram fotoshoot gehad. Die zul je straks wel weer langs zien voorbij zien komen. Nu weer in de benenwagen op richting de auto. Want het duurt nog wel een uurtje of twee. Wat is er aan de hand, Brinkie? Ah, steentje in mijn schoen. Maar als we dan toch even stilstaan, wat vind je van het gebied zover? Het gebied? Ik geef dit gebied een 8. Goeie 8. Leuke wandelroutes, ziet er goed uit. Tempo zat er goed in. Netjes. Voor de eerste dag zeer tevreden. Duurt te lang, Jelle Nolsten. Die kant een 6. Ja? En die kant een 10. Een 10? Dat is gemiddeld ook een 8. Dat is gemiddeld 8. We lopen nu weer de berg af, alleen dat is bijna nog irritanter dan de berg oplopen, omdat je jezelf steeds moet tegenhouden. Wat roep je? Back off of berg af? Nou, super grappig dit weer. We zien jullie zo beneden. Wat heb jij dan? Kom maar, ik maak even een apart voor jou. Hier nog wat. Worteltje aan de kant. Worteltje aan de kant, helaas. We staan hier even stil midden in het bos. Het is namelijk bijna 4 uur en dat betekent de vlog moet online. De vlog van gisteren ga jij nu zien. Tenminste, nee, als het goed is heb je hem al gezien, want dit is de volgende vlog. Nou, de administratie is weer bijgewerkt. Ik moet even oppassen waar ik loop, anders dan hebben we korte vakantie. Jotan pakt nog even een lekker gedroogd fruitje en dan... kijk dan. Hier, vest van de action. Oh, die zijn lekker. Ja, daar zijn we weer. We zijn weer terug. Ik ben bijkomen. Even een snikkertje. Een beetje energie naar binnen werken. Precies, calorietjes moeten weer bijgewerkt worden. Brinkie, die kamp was mij nog wel 20 kilometer. Ja hoor, ik ben hartstikke fit. Ja. En ik heb een koekreepje. Hè? Als ik die weer op heb, kan ik weer naar Engeland toe zwemmen. Of wat is je reclame? Jotan. Jaco. Waar gaan we naartoe? De veerboot naar Texel. De veerboot naar Texel. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen. Mooi weer in Texel. Het ziet er niet echt uit als Texel. En te Schelling dan. Vertel die mensen nog eens even echt waar we heen gaan. Okay. We gaan met de auto op de trein naar de andere kant van Zwitserland. Naar Goppenstein. Goppenstein, ja mooi. Let's go. We gaan echt op de trein, hè? Ik ben de kapper. Ik ben bijschrijven. Ik zit midden in de trein. Ja, je ziet het. Dit is dan goed weer.
ongeveer 10 minuutjes op de trein. Niet in de trein, maar op de trein. Hé, licht. We hebben niet gekeken hoe lang de trein duurt. De DJ speelt al 14 keer Donnie met pingpong. Donnie, Jotam, ja. Waar zijn we? Waar zijn we? We zijn onze Sint-Niklaas. Tada. Welkom. Nou, appartementje hoor. Koffiezetapparaat. Dan is het goed. Nori, wat ben je aan het doen? Ik ben even mijn snacks aan het afwassen. Even afwassen? Ja. Dat flesje, deze best, is gaan lekken. Hij zat potdicht, maar hij is gaan lekken. De hele doos zit onder de olijffolie. En nu mijn snackjes ook. Jouw snackjes, ach nee. Al jouw noedels, al jouw 300 kilo noten. Ik weet niet hoeveel berggeiten die daarmee gaat voeren. Maar... probleem weer afgewassen. Probleem wordt opgelost. Het wordt snel donker hier. Was ik even aan het kijken. Het verbaast me een beetje. Je ziet hier links en rechts een klein beetje zon. Wat is er gebeurd? Nou, we hebben boodschappen gedaan. En wat ben je vergeten? Wat zijn wij vergeten? Niet alles op mij afschuiven. Oh ja, we gingen boodschappen doen om vlees te halen voor in de... Ja, we hebben best wel veel dingen gehaald, behalve vlees. Dus daarom gaan we nu een pizzaatje eten. Eigenlijk was dit onze tactiek om Nordi mee te krijgen naar het pizza-restaurant, maar dat weet hij nog niet. Alleen Nordi is nu zo verdrietig, die zegt helemaal niks meer nu. Wel. Dit is jullie pakje, Jan. Oh, dit is onze. Ik betaal ook wel. Eindelijk wat te eten. Duurde even. Totaal niet in mijn tijds eetschema, maar we hebben wat. Eet smakelijk. Oeh, laka, laka, laka. Hey, Domien Verschuren. Kijk eens even. Lekker ananasje. Lekker warm op de pizza. Oeh, lekker, lekker. Jotam. Doei. Dit is het probleem, hè? We hebben een probleem vanavond. Wat is er nou? Ik kan geen quote verzinnen voor vanavond. Wat ben je? Quoteloos. Quoteloos. Heb jij nou een fantastische quote? Laat hem even weten in de reacties hier beneden. En wie weet vertelt Jotam hem wel in de volgende vlog. Hey, tot kiekers. Joe, oh, quoteloos.